Een doordeweeks programma voor Ajax onder 16 en een hele mooie wedstrijd. Want het gaat in Eindhoven op bezoek bij PSV onder 16. De eerste bal naar voren weggehaald door PSV, opgevangen door Kees de Boer. Maar PSV neemt over en zoekt de diepte. Met de snelle Nigel Thomas. Geeft hem goed voor en daar is de eerste kans voor PSV. Maar het verdedigend werk van Quinten Maduro is goed. Het verschil tussen Ajax en PSV. Een aantal punten in het voordeel van de Amsterdammers. En hier Eros Medi. Goede versnelling, de voorzet. Brian Brobbey laat lopen en dan helemaal vrij Hossein Zamani. En Ajax komt na iets meer dan 20 minuten spelen op voorsprong. Goed gedaan door Medi. Brobbey laat goed lopen. En daar is nog Zamani. En die zit Ajax dan op voorsprong. Quinten Maduro vangt die bal op. En gaat aan de wandel. Maduro steekpaas naar Brobbey. En dan wordt die bal in eigen doel gewerkt. Het is Ian Maatsen, de linksback van PSV. Die zijn eigen doelman verschalkt. Het goede werk is van Quinten Maduro. De steekpaas niet voor Brian Brobbey. Maar dan wordt Ajax een handje geholpen en 2 minuten later is het dan ook al 2-0. En Ajax gaat verder. Medi razendsnel. Brian Brobbey vrij, ook Zamani vrij, maar Brobbey doet het helemaal zelf. En binnen 7 minuten tijd gaat het van 0-0 naar 0-3. Brian Brobbey, de afmaker. Een goede lichaamsschijnbeweging, de keeper naar de grond. En Brobbey schiet Ajax dus op 3-0. Tevens de ruststand. Zo zou je kunnen zeggen dat de wedstrijd halverwege al gespeeld is. Maar hier komt PSV dan. Met Thomas. Daan Reiziger ver uit de goal. Maar het loopt net goed af voor Ajax. De bal rakelings voorlangs. Reiziger was ver uit positie. PSV gaat dan op zoek naar een doelpunt. En krijgt hij een grote kans. Het is weer Thomas en nu is het wel raak. Schuift die bal keurig achter Reiziger dit keer. En zo doet PSV wat terug. Medi. Medi naar zijn linker. En schiet heel fraai de 4-1 binnen. Wat een mooie goal van Eros Medi. Buiten bereik van de PSV-doelman. En zo is het verschil weer 3 doelpunten. Thomas, de meest opvallende man aan PSV-zijde. Dit keer vanaf de linkerkant. De voorzet bij Vertessen. Uit de draai. Het scheelt weinig. Taylor. Taylor aan de wandel door de benen. Taylor en maak het dan zelf maar af. Ja! Mooie goal van Kenneth Taylor. Vangt hem hier op. Gaat dan lopen hier door de benen. En dan vervolgens achter doelman Schaafsma. 5-1 voor Ajax. Zo wordt het een hele grote uitslag op de hertgang. Krijgt PSV hier nog wel de kans om toch nog een tweede doelpunt te maken. Maar die poging gaat ver over. En zo boekt Ajax onder 16 dus een ruime zege op PSV onder 16.